Hallo kijkers van TrueGaming.nl, ik ben Koen en top dat je kijkt naar een nieuwe Geometry Dash video. Vandaag spelen wij de map Finger Dash. En de reden waarom ik dit als eerste speelde is omdat ik het de vorige aflevering ook al zou spelen. Maar ik ben het blind vergeten, vorige aflevering. Dus vandaar dat we hier gewoon mee aan de beginnen. Het is wel echt een heel erg lastig... ik ga het eens uitleggen, je komt er wel achter. Nou schijnt er dus een banger Finger Dash of zo ding te zijn. Wat een meer complete versie is van wat je nu ziet. En deze map is al zo pokkenlastig. Maar dit is echt een best wel lastige. Ik moet mij ook hier al eventjes een beetje beter gaan concentreren. En ook een beetje meer letten op het ritme van het liedje, heb ik het idee. En daar ging het echt volledig mis. Ik weet niet wat er verkeerd ging, maar het ging in ieder geval goed mis. Maar kijk wel eventjes naar de prachtige detail in deze map. Het is gewoon prachtig. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het liedje wat erbij speelt. Finger Dash heeft gewoon een prachtig liedje. Luister al even. Oké, ik heb dit liedje nu wel genoeg moment op fame gegeven. Het zijn een aantal dingetjes die opvallen trouwens terwijl ik dit aan het spelen ben. Ik heb een ander blokje gekozen in plaats van dat saaie groen met blauwe vierkantje over een vierkantje. Het was een beetje een doos in een doos scenario. En jezus, wat is de game moeilijk momenteel. Maar goed. Ik heb deze uitgekozen omdat dit mij een beetje een soort van ijsvlok vibe geeft. En het ziet er ook nog eens wel eventjes heel erg mooi uit, vind ik zelf dan. Ik weet dat er een hele hoop mensen zijn die het waarschijnlijk hier niet mee eens zullen zijn. Maar ik vind het er fucking goed uitzien. Wat is trouwens mijn highscore? Ik heb het niet zo goed kunnen zien. 23% is mijn highscore op Finger Dash. En ik heb het nog niet eens gepracticed. Moet je nagaan. Dat is... Oh mijn hemel. Wat is het opeens moeilijk? Jezus! Dit gaat zo fout. Dit gaat zo fout. Ik wil nog wel eventjes gaan inhaken op het feit dat veel mensen hier als een maloot op rage. Ik ben niet zo van de rage. Ik heb... genoeg rage games gespeeld. Zoals ik heb Cat Mario wel eens gespeeld. Nou, als je dat geen rage game vindt, dan weet ik het ook niet meer. Alleen, ik kan daar niet echt zo goed op ragen. Want weet je, Cat Mario, ik vind het meer gewoon een... het is een game die moeilijk is. Dus, oké, dat is het. Meer echt interessant... Oh, mijn hemel. Ja, er staat ook nog wel eventjes... hold to dash, you fucking idiot. Dat is het hele ding. Maar Cat Mario, ik vind het een leuke uitdaging. Niet kut, leuk. Er is een enorm verschil tussen kut en leuk. En Cat Mario vind ik een combinatie van beide. Het is een beetje 50-50. Hoewel Cat Mario er wel weer voor zorgt dat je echt een kut tijd beleeft op je fantastische beeldscherm. Maakt het wel weer voor een beetje een leuke gameplay. En ik denk dat ik het spel zelfs wel een keertje ga spelen op mijn kanaal. Ooit. En ik weet niet wat er daar net gebeurde. Het was gewoon echt fucking... ik spring en ik heb geen idee waar ik allemaal heen stuiter. Oké, dat was dus Finger Dash. Moeilijkste level uit de hele game. Dan gaan we nu al even naar een van mijn favoriete mapjes in de hele game. En dat is deze namelijk. Ik heb deze als een maloot lopen spelen op mijn tablet en op mijn telefoon. En dit is hem. Dit is Blast Processing. En dat is eigenlijk best wel een leuk verhaal. Ik heb namelijk wel eens naar de gaming historian gekeken. En naar video's die gingen over de geschiedenis van videogames. En er was een bedrijf die genaamd Sega. Nou, Sega die kun je misschien wel kennen van de verschillende Sonic games van tegenwoordig. Zoals Sonic Colors hebben ze geproduceerd. Sonic Unleashed kwamen ze mee. The Ring, The Lord of the Ring hadden ze. En nog een hele hoop andere super awesome Sonic games. En op een gegeven moment, Sega in de jaren 80, jaren 90, hadden ook hun eigen gaming consoles. En het was een beetje van, Sega die had meerdere problemen gehad als een gamebedrijf. In de consolemarkt in ieder geval. Want Sega heeft het wel eens voor elkaar gekregen om hun consoles een overtollige hoeveelheid aan add-ons te geven bijvoorbeeld. Of ze geven alleen maar scheidconsoles aan, zoals de Sega Saturn. Of de Sega Saturn, hoe je het maar wil uitspreken. Maar Sega had ooit eens een keertje een gameconsole, die heette de Sega Genesis. En dat was nog echt in het 16-bit tijdperk.
Dat is nog in de, echt in de tijd dat alles onder de pixels zat. En dat het allemaal, naar mijn mening, er best wel goed uitzag. 16-bit is, naar mijn mening, het beste type gaming shizzle the whizzle dat je kunt hebben. Maar ja, misschien ben ik dan weer een beetje heel erg ouderwets. En dat terwijl ik niet eens ben opgegroeid in de jaren 90. Maar Sega had een hele slimme manier van de Sega Genesis in de reclame zetten. Ze hadden namelijk in de reclame gezet Blast Processing. En Blast Processing, dat hield dus in dat de Genesis ontzettend snelle shit kan gaan laten bewegen. En dat was dus echt een heel erg belangrijk ding voor de verkoop van de Sega Genesis. Blast Processing, dat is tot op de dag van vandaag nog steeds een enorm groot fenomeen geweest voor Sega. Ik ga dit level trouwens al even ophouden. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds een enorm groot ding geweest. Heel erg veel mensen die vinden Blast Processing nog steeds een ding. Blast Processing moet gewoon nog steeds een ding zijn in 2017, of niet dan? Over de Genesis gesproken. De Genesis had ooit eens een keer een hele leuke campagne. Ze waren namelijk als een debiel tegen Nintendo. En Nintendo en Sega, geloof of niet, die hadden ooit een enorme strijd tegen elkaar. Het was zeg maar, Nintendo die kwam met de NES aan. Sega kwam met de Sega Genesis. En om de een of andere reden vond Sega het nodig om de strijd aan te gaan tegen Nintendo. En hoe doen ze dat? Dat doen ze door te zeggen, Genesis does what Nintendo don't. Genesis does 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free or Collins free. Oftewel, ze willen duidelijk maken dat de Sega Genesis dingen doet die de Nintendo Entertainment System, oftewel de NES, niet kon doen. Zo had je bijvoorbeeld de Sega Genesis, nogmaals even inhaken op dat hele versnellingsproces. De Sega Genesis was sneller en kon dus ook shit veel makkelijker aan en ging ook veel sneller. Nogmaals het voorbeeld van Sonic Games. Als je kijkt naar Sonic Games op de Sega Genesis, die gingen echt fucked up snel. En dat komt ook voornamelijk gewoon omdat Sonic gewoon heel erg snel gaat. Maar dat soort shit is niet mogelijk in de Super Nintendo of in de NES. En op een gegeven moment kwam Nintendo met de Super Nintendo. En de Super Nintendo was een gaming console waar ik voornamelijk veel games van heb geletsplayed ooit. In het verleden van TGNL, in het oude TGNL. Als je het oude TGNL wilt zien trouwens, ik heb er een hele playlist van. Linkje staat in de beschrijving beneden. En dan heb ik best wel wat Super Nintendo games opgespeeld. En wat ik dus zeg maar allemaal had, is de Super Nintendo had misschien niet de mogelijkheid om net zo snel te gaan als de Sega Genesis. Maar er was wel een hele hoop fantastische dingen die de Nintendo wel weer heel erg goed kon, die de Genesis niet had. Zo bijvoorbeeld, de Super Nintendo had meer mogelijkheden tot hele mooie 3D-achtige graphics. Natuurlijk was alles nog 16-bit toen destijds, dus was het nog niet echt heel erg makkelijk om toen nog hele mooie 3D-graphics te creëren. Dus ze deden gewoon wat ze konden. En Nintendo, die kreeg het altijd voor elkaar om een beetje een 3D-effect te maken met wat ze hebben. Zo heb je bijvoorbeeld dingen die in- en uitzoomen in en op je scherm. Ik vind dat super vet. En het is ook echt een ding wat ik gewoon heel erg tof vind aan Nintendo. Want ze hebben ook gewoon dingen gedaan toen destijds die tot op de dag van vandaag nog steeds een standaard is voor de meeste videogames. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Nintendo is altijd een bedrijf geweest die altijd innoverend is op ieder niveau mogelijk. Het enige stuk waar ze helaas niet zo innoverend op zijn, is dat ze teruggaan naar cartridges. Dat hadden ze natuurlijk ook al in de jaren 80, jaren 90. Dat hadden ze zelfs al in de jaren 70, dus dat is het hele ding. Ze gaan lekker old school. Maar dat maakt het alsnog wel lekker mooi. Dat is wat Nintendo zo mooi maakt. Zij gaan voor old school.
Maar in ieder geval, Sega Genesis is op een gegeven moment in de problemen geraakt. Want ze waren namelijk bezig met allemaal add-ons te maken voor hun systeem. Omdat de Genesis op het punt stond om het stof te bijten. Dus oftewel, hij zou op een gegeven moment doodgaan. En de Genesis zou niks meer van overblijven. En wat doet Sega dan? Sega maakt allemaal onnodige add-ons aan die de Sega Genesis helemaal nooit nodig had gehad. Zo had je bijvoorbeeld de Sega CD hadden ze gemaakt. Een add-on dat ervoor zorgt dat je CD-games kon spelen op je Sega Genesis. Nou, de add-on die flopte hem keihard. Het verkocht gewoon niet zo heel goed, dat was wel duidelijk. En het ergste is nog dat Sega nog een add-on had aangemaakt voor de Sega Genesis. Ik ga trouwens zo even een ander leveltje spelen. En dat was dan de 32X. Die verkocht nog slechter dan de Sega CD. Oh mijn hemel. Ja, de 32X was echt een enorme flop. Dat was een apparaat die als eerste 32-bit games zou gaan outputten. Een leuk idee. En het is ook iets wat uiteindelijk ontwikkeld werd. Maar het was geen succes. Laten we daar maar gewoon even op houden. Dus ja. De Sega Genesis die was op een gegeven moment dood. De Sega Saturn kwam erop. En die flopte keihard. Er waren niet echt heel erg veel units van verkocht. En toen kwam de Dreamcast. Die had nog minder verkocht. Dus ja, het puntje is dat Sega qua consoles niet echt goed bezig was. En ja, nu zijn ze gewoon een derde partij. Die allemaal Sonic games maakt voor de Xbox, de PlayStation en om de een of andere vage reden hebben ze die partnerschap ook maar aangegaan met Nintendo. Niet dat ik het niet tof vind of zo, dat Sega uiteindelijk er toch maar voor heeft gekozen om samen te werken met Nintendo. En dat Nintendo het ooit heeft goedgekeurd dat ze Sega als derde partij zouden gaan gebruiken om games te maken. Maar ik vind het over het algemeen gewoon hartstikke tof dat het uiteindelijk uitgegroeid is tot wat het nu is. Het enige probleem is wel dat sinds die tijd er niet veel goede Sonic games meer zijn gemaakt. Of tenminste, Sonic games waarvan je zit van, ja, ik zit een echte Sonic game te spelen. Sonic Unleashed, die kwam bijvoorbeeld met The Werehog. Een leuk idee, maar het is niet echt een ding dat thuis hoort in een Sonic game, zeg maar. Dus ja, dat is even een ding. Sonic Colors had allemaal hele rare alien dingen. Ik weet nog steeds niet echt hoe ze weten. Ik heb Sonic Colors ook nog nooit echt gespeeld hoor, daar niet van. Maar het ding is wel dat Sega heeft tot op de dag van vandaag nog steeds redelijk veel minder goede capaciteiten aan games weten te ontwikkelen. Een uniek voorbeeld zou ook Sonic Boom Rise of Lyric zijn. Ik heb Sonic Boom Rise of Lyric nog nooit aangeraakt. Ik weet niet of dat het een kut game is. Ik weet niet of dat het een goede game is. Ik heb wel een aantal reviews ervan gezien. En elke review die ik ervan heb gezien is zo negatief. Dus ja, ik zit er alsnog wel over na te denken om nog een Wii U te kopen. En ja, ik heb nog geen Wii U. Ik zit er nog over na te denken om een Wii U te kopen. Voor een aantal leuke redenen. Om te beginnen, Mario. Heel veel Mario op de Wii U. Dus ook Mario Kart 8, Super Mario Maker en al die shit zit er allemaal op. En natuurlijk ook nog Super Mario 3D World. Maar ook omdat Sonic Boom Rise of Lyric voor mij toch wel een kansje verdient. Ik ga Sonic Boom Rise of Lyric misschien ooit een keer spelen op mijn Let's Play kanaal Koen Plays. Dus dat gaan we ooit eens een keertje doen. Koen Plays is trouwens nog niet actief. Ik moet nog een video maken daarvoor. Ik zit ook wel eventjes te kijken wat voor een game ik nou eigenlijk zou kunnen spelen. Ik had The Walking Dead in de planning staan. Dus ik moet wel even kijken of ik dat ook daadwerkelijk ga uitvoeren. Maar goed, dat zien we allemaal wel een keer als we het daadwerkelijk gaan doen. In ieder geval, we hebben het level één keer echt bijna gewoon gehaald. Echt 89% was volgens mij onze highscore op dit level. Ik heb dit level op mijn telefoon één keer uitgespeeld. En dat was echt een helskarwei. Ik had er, ik denk iets van 3 weken over gedaan. Dus ja, dat zegt eigenlijk wel genoeg over de moeilijkheidsgraad van dit level. Eigenlijk zegt wat je hier allemaal ziet,
De game is over het algemeen gewoon best wel moeilijk. Dus het heeft eigenlijk niet echt veel met dit level op zich te maken. Het heeft er gewoon mee te maken met dat dit level op met dat dit spel van zichzelf eigenlijk gewoon best wel pittig moeilijk is. Moraal van het verhaal, als je Geometry Dash wilt spelen, als je niet zo goed kunt tegen Raging Games, raad ik dit spel niet zo goed aan. Het heeft ook gewoon voornamelijk te maken met dat dit een best wel moeilijk spelletje is. We hebben in ieder geval een gloednieuwe... Nee, twee nieuwe icons zelfs. Chill. We hebben twee nieuwe icons uitgespeeld. Die wil ik wel eens wel even zien. Welke hebben we? Oké, okay, we hebben deze. En er is er nog één. Dat is deze. Ah, hij ziet er niet uit, man. En wat is mijn naam trouwens? Gewoon Koen de Brony, denk ik maar. Toch? Ja, Koen de Brony. Leuk naampie. Oké. Dat is dus ons character. Nou, ik ga dit niet als icon gebruiken. Ik ga dit wel een tijdje gebruiken. Dit is wel een leuke. Met een beetje groen. Ja, dat ziet er wel leuk uit. Ah, ik heb rood nog niet uitgespeeld. Ik moet Can't Let Go spelen, zodat ik dat ding kan gaan openen. Rate the stars of an online level to unlock this color. Oké, dus ik moet wel eventjes een online leveltje spelen, zodat ik die uiteindelijk kan gaan uitspelen, rood. In ieder geval, ik ga wel eventjes een box openen. Want dat had ik de vorige aflevering ook gedaan. Zullen we het gewoon een soort traditie houden? Dat we elke aflevering beginnen met het openen van deze twee boxen. Laten we dat maar gewoon al even doen. Ik bedank iedereen voor het kijken naar deze video. Ik ga wel even iets uit de shop kopen. Laten we zeggen, dit mooie blok. Dat is een leuk blokje. Ik wil hem gewoon kopen. Huppakee. Ik heb hem nu in mijn bezit. Ik bedank jullie allen voor het kijken naar deze aflevering van Geometry Dash. Als je hiervan hebt genoten, doe dan even dat duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende video. Later!